Na een druk weekend met twee wedstrijden staat voor NEC vrijdagavond opnieuw een wedstrijd op het programma. Ditmaal wordt er uit in Dordrecht gespeeld tegen FC Dordrecht. Trainer, wedstrijd 3, dag nummer 8. Is dat zwaar? Voor mij niet. Voor de jongens vooral. Ja, natuurlijk. Dat is de fysiek wel van een team. Maar goed, ik vind, het zijn profvoetballers. Hè, dus 3 wedstrijden in een week moet kunnen. En het is wat dat betreft niet elke week. Dus daar moet niet over klagen. Als je dan in de 93e minuut de gelijkmaker scoort, heb je dan een lekkere week? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, wat ik zei van de week, een heel ander gelijkspel dan de wedstrijd tegen Den Bosch. Hier hebben we wel, ik vond het wel verdiend. Ook al kreeg de Graafschap misschien wat betere kansen. Maar goed, een heel andere wedstrijd dan Den Bosch. Als je ons de eerste half uur ziet, dan was dat een wereld van verschil met Den Bosch. En dat is een beetje de wisselvalligheid die er wel uit moet. Maar uiteindelijk levert zo'n punt wel een andere dynamiek op deze week dan als je hem verliest. Er zit wel heel veel strijd in het elftal, toch? Ja, kijk, als je ziet ook hoe jongens invallen. Ook de jongens die zeg maar, vanuit Den Bosch nu afgelopen week in de basis stonden. Bart van Rooij, Frank Sturing, Okita. Ja, als je ziet hoe die het gedaan hebben. Nou, het niveau ligt gewoon dicht bij elkaar. Plus dat het inderdaad dat je wel ziet dat ze tot het laatste moment door blijven gaan. Ik zag qua fitheid ook wel, vond ik ons fitter dan de Graafschap ogen. Hè, het laatste kwartier zeker. Nou goed, uiteindelijk moet je daar een beetje geluk bij hebben ook. Alleen ja, je moet wel zorgen dat je wat minder in die situaties komt. Dat je, ik ga liefst met een voorsprong de laatste 5 minuten en dan met een achterstand. Wat dan opvalt, die mannen die invallen, die gaan er ook vol voor. Ja, het zijn wel dat soort types. Hè. Ja, dat is natuurlijk iemand die nooit verzaakt als je het hebt over arbeid. En Etienne moet het ook vooral hebben van arbeid en meters maken en vuile meters maken. Nou, zie je, dat werpt ook zijn vruchten af. En dat is ook wat de mensen willen zien en wat wij willen zien. En dan kan je gerust een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar ja, dat is wel iets wat de basis is. Zware week, maar wel een hele goede week. Ja. Een debuut mogen maken in de basis. En uiteindelijk nog gelijkspel. Dus dat is mooi. En nu herstellen en morgen weer de volgende wedstrijd. Ging het zoals je dat wilde? Ja, er zijn altijd een aantal dingen die je beter kan doen. Maar ik ben zeker tevreden. Ja. Dan moet je beginnen tegen de Graafschap. Is dat, dat is natuurlijk een topper in de keukenkampioendivisie. Voel je dat? Ja, in de sfeer van tevoren voelde ik het zeker wel. Het was ook een beetje gespannen in de groep. Maar toen ik in het stadion kwam was het geweldig. Sfeeractie van beide kanten. En dus dan voel je het zeker wel, ja. Had je direct de tegenstander geanalyseerd? Ja, ik had zeker beelden gezien. Van, ik kon twee op zijn, of het was Helmer of het was Nijland. Dus ik had beide gezien, maar het was Nijland. En, daar was ik wel blij mee, eerlijk gezegd. Je had hem in de zak, toch? Ja, ging goed. Hey, hoe is de sfeer na afloop in de kleedkamer als je dan 1-1 gelijk maakt tegen de Graafschap? Ja, helemaal omdat in de 93 minuten ben je als team wel gewoon blij, ja. Zeker een goede sfeer. Smaakt dit naar meer? Dit smaakt zeker naar meer, ja. Sta je in de basis morgen? Ik sta in de basis morgen. Ja, we hebben ook wel een beetje gezegd van luister, als je nu echt een goed vervolg wil geven, los van de stand, dan moet je eigenlijk die wedstrijd winnen. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een valkuil kan natuurlijk ook zijn dat je denkt van nou, ze staan onderaan, dat is even makkie. Maar we zullen wel wat beter aan de bal moeten gaan zijn. Ik denk dat we ook wat meer de bal gaan hebben dan tegen de Graafschap en misschien ook tegen Den Bosch, maar tegen Den Bosch verwacht je dat ook. Zij spelen heel compact, dus ja, het zal aan de bal wel wat beter moeten. Hopelijk kunnen we ook wel meer creëren dan de afgelopen weken en zeker dan tegen Den Bosch. Uiteindelijk moeten wij gewoon wel zorgen dat we deze wedstrijd winnen. Alleen, het is niet zomaar gedaan. Ga je het spel maken of ga je afwachten? Nee, wij willen het spel wel maken. Alleen ja, bij ook uiteindelijk afhankelijk van een tegenstander, uiteindelijk ook hoe je zelf bent aan de bal. Nou, de laatste weken zijn we aan de bal gewoon wel wat minder. Waarbij Den Bosch de eerste helft echt wel een extreme uitzondering was. Vonden we echt wel een ondergrens. Nou, daarbij, als je de eerste half uur tegen de Graafschap zag, was dat prima. Uiteindelijk willen we het wel wat meer gaan compenseren, ook met wat meer kansen. Dat missen we wel. Dus we willen proberen dominant te zijn. En goed, hopelijk zijn we wat beter aan de bal. Gaan er dingen veranderen? Zijn er nog blessures, moeilijkheden? Nee, we hebben alles fit. Nick Hoogveld heeft een tikje gehad van de week in de beloftes. Nou, Rens is weer terug, heeft een hele wedstrijd gespeeld in de belofte van de week. Dus we hebben keuzes te maken. Nou, dat is alleen maar voor ons prettig. Jongens die op de bank zitten, hijgen in de nek van de jongens die spelen. Dat wil je zien. En die keuzes gaan we ons niet vertellen natuurlijk. Nee, kijk, die jongens weten het nog niet. Dus het zou niet netjes zijn om nu al dingen te roepen. 1 of 2 posities waar we nog even over een ei moeten leggen, zoals dat heet. Maar het grootste gedeelte zijn we er wel uit. En zit het allemaal dicht bij elkaar. En hopelijk dan de jongens die niet spelen, ja, gaan die weer als de brandweer als ze er wel in moeten. En levert dat ook nog wat op. Vrijdagavond om 8 uur uit in Dordrecht. FC Dordrecht tegen NEC.